Kijk, we zijn even verbinding aan het maken, dames. Relaxed. Ik leg even alle spulletjes alvast klaar. We werken even vandaag niet op de glasplaat, omdat hij een beetje schittert in het licht wat hierboven is. Maar dan hebben we tenminste wel goed licht voor de video. Ik kijk even of dat ik verbinding kan maken. Zodat ik gezellig mee kan kijken met jullie en even kan lezen. Oh ja, kijk, ik heb daar het geluid nog aan staan. Ik ben verbinding aan het maken, dames. Relaxed. Relaxed, zie je hoor, Tal. Ik weet even niet hoe deze telefoon werkt. Het is alvast klaar. Zo. Hij vraagt dat ik het op de woonkamer wil zien, maar dan lachen ze binnen natuurlijk weer, hè. Het licht wat hierboven zo. Is. Maar dan hebben we tenminste wel goed licht voor de video. Duurt even hoor, maar dan heb je ook wat zometeen. Even of dat ik verbinding kan maken. Ja, dat hebben we al gehoord, Geralda. Dat ik gezellig mee kan kijken met jullie en even kan lezen. Oh ja, kijk, ik heb daar het geluid nog aan staan. Relaxed, zie je hoor, Tal. Ik weet even niet hoe deze... God. Duurt even. Ik zit gewoon even... Oh, hoppakee. Is al opgelost. Zo. Het is weer woensdag, dames. Rond de klok van 7. En we mogen weer. Is dit mijn wat? Oh ja, top. Zo, even kijken wie er gezellig allemaal binnenkomen. Vandaag geen chocomel. Ik heb een lekkere heese stem, zoals jullie horen. Kijk, we hebben alweer heel veel mensen die gezellig meekijken. Ik zie Ans al en Anja al en Ineke al. En Annie al en Walburga. Oh ja, kijk. Jullie zien dat ik op de telefoon, de tweede telefoon even meekijk. Top. Woensdag? Is woensdag, zei ik dat? Oh, het is zondag. Sorry, ik ben een beetje van padje vandaag, denk ik. Maar ja, beter zo dan andersom, hè. Kijk, we hebben Anita vanuit België. Toppie, gezellig. Ja, goed hè, maar hier in Varsseveld is dat woensdag, dacht ik. Zo, we hebben weer wat leuks voor jullie in petto. We hebben natuurlijk 2 dagen gezelligheid hier gehad met... Zowel Jacqueline als Ineke als Annie die 2 dagen lang hebben zitten demonstreren voor iedereen die het leuk vond om even langs te komen. En ik had beloofd even de voorbeeldjes te laten zien. We gaan zo meteen een leuke slimlijnkaart maken. En daarbij gebruiken we de stempel van Studio Light. Ik zal even de vlinderstempel erbij pakken. Deze wordt zo meteen op de kaart verwerkt. Hij is al van tevoren ingekleurd hoor. Maar dan weten jullie het eventjes. We hadden wat nieuwe malletjes binnengekregen van de bloemen. En volgens mij hebben jullie allemaal gezien op Facebook dat de mallen van Elizabeth Craft Design weer op voorraad zijn. Mocht je die nog nooit hebben gezien, dames. Echt, je mist wat, geloof me. Ze zijn echt prachtig. Ik zal ze even laten zien, heel snel. Er zijn meerdere series. De klaproos. En ze zijn ook nog extra leuk geprijsd. Hier een hele mooie. Dit is de oudere serie. Die is eind vorig jaar uitgekomen. En dit is de nieuwere serie die in januari of februari is uitgekomen. En nu gelukkig weer opnieuw verkrijgbaar is. Deze ook, Florals nummer 6, favorietje. Heb ik al een keer gebruikt in een live uitzending. Dan hebben we Florals nummer 7 nog. En nummer 8. En elk bloem heeft weer diverse takjes en dingetjes. En voor de binnenkant van de bloem wat leuke dingetjes erbij zitten. Dus naar ieder zijn smaak is er wel wat te vinden. En de prijsjes, ook de blaadjes zijn weer op voorraad.
En de prijzen variëren tussen de 9,95 en 12,95. Even uit mijn hoofd gezegd. We hebben ook de afgelopen dagen zitten demonstreren met de mal van Joy. Die is vorige maand uitgekomen, de peony. En die heeft zo'n heel mooi takje erbij zitten. Drie malletjes, kunnen makkelijk door de machine heen. Hij maakt dan ook een gaatje in het midden. En al deze malletjes, ook van Liane en van Joy, die heb ik geprijsd voor 10,95. Staan ook netjes in de webwinkel, mocht je ze willen opzoeken. En van deze hebben we meerdere series. We hebben deze. Ik weet niet wat het precies voor bloem is, dames, want zo goed ben ik niet in tuinieren. Maar kijk, dit kan je prachtig oprollen. Wel heb je voor deze, als je met foam gaat werken, een mooi lijmpistool nodig. Kijk, en hier een iets grotere bloem. Maar ook hier zitten weer verschillende maten bij. Met blaadjes. Dan hebben we hier ook nog een hele mooie klaproos van. En als laatste... de korenbloem wordt me ingefluisterd. Elke keer vergeet ik die naam. Ja, klinkt een beetje verkouden. De ondeugd zal er wel uit moeten, Tatjana. Dus dat zal nog wel even duren dan. Dus deze is de korenbloem. We hebben hier wat voorbeeldjes al voor jullie gemaakt, zoals jullie kunnen zien. Kijk, dit is dan de mal van de korenbloem. Die gaan we zo meteen ook gebruiken voor de slimlijnkaart. We gaan het foam gebruiken, onder andere van Crafters Companion en Liane Creatief. En het foam van Crafters Companion is er in zowel wit als pasteltinten. En pak kost voor 7 vellen, 6,95. En ze zijn net geen millimeter dik. Dus ze zijn echt super, super, super gaaf. En de witte gebruik je in combinatie om hem op te inkten. En als je dat wil opinkten, kies dan wel een inkt op... watervaste inkt, zodat hij niet afgeeft. We hebben het ook geprobeerd met de Distress inkt, zoals we die allemaal hebben. En met de diverse kleine inktpads die we van verschillende merken hebben. Maar als het niet watervast is, dan wil de bloem nog zeker wel blijven afgeven. Deze staan ook in de webwinkel. Deze kan je natuurlijk wit gebruiken. Maar je kan ze dus ook met een watervaste eventjes de randjes mooi inkleuren. Of de hele bloem. En die kan je natuurlijk bewerken voor op een kaart. Ik hoor je al denken, kan ik dat versturen? Ja, dat kan natuurlijk wel. Doe dat wel netjes in een bubbeltjes envelop. Blijft ook nog je bloemetjes netjes intact. Dit zijn de pasteltintjes. En zoals jullie kunnen zien, zitten er ook verschillende mooie tinten in. Van lichtblauw, mintgroen, tot aan lila en zacht geel. Dan hebben we voor de takjes, de blaadjes, hebben we het foam van Liane Creatief gekozen. En waarom deze? Maar hier, kijk, hier zitten van die prachtige kleuren groen in, zodat je lekker met wat kleurverschil kan spelen in je bloemen. Hier zitten dan weer 6 velletjes in, van elke kleur 3. Kijk, zo'n mooie felgroene en een beetje een donkere en een beetje nog een fellere groen. Mocht je deze 3 in de winkel willen vinden, dan staan ze bij week nummer 11. Ik heb ze net even bovenaan gezet voor jullie. En ook hebben we daarbij nog het foam van Joycrafts. En dat is wel te verstaan foam wat iets dikker is, maar wat wel al gekleurd is voor jullie. Dus vind je het niet fijn om vieze vingers te krijgen... of niet te spelen met inkt, ga dan voor een merk wat hier... Kijk, je ziet al, er zitten allemaal mooie kleurtjes in. Van wit tot aan geel, oranje, rood, roze, zwart, blauw, paars. Eigenlijk allemaal mooie dingetjes. Ik had hier even een voorbeeld. Deze heeft Annie voor ons gemaakt. En dan met de kleuren uit dit pak heeft ze daarvoor gebruikt. Een mooie herfstkrans, voorjaarskrans.
Even om schuin omhoog houden. Zal ik het zo doen, dames? Misschien is dan iets beter zichtbaar. Ja, het plastic gaat zo meteen weg hoor. Kijk, kijk, ik zal het even wegleggen. Hebben we gelijk minder last van. Daarnaast hebben we nog wat kaartjes waar de bloemen natuurlijk op gemaakt zijn. Ik zal ze even doorlopen met jullie. We hebben hier een kaart die Jacqueline heeft gemaakt. En ook daar heeft ze die pioen. Nee. Korenbloem. Ik heb wat met pioen vanavond, denk ik. Deze heeft ze daar meegemaakt. En deze heeft Jacqueline ook gemaakt. Met het papier van Ciao Bella. De Cosmos. Nee, de Microcosmos. Hij komt als goed zit van de week weer binnen, dames. Dus niet getreurd, we krijgen weer voorraad. En ook dit heeft ze weer gebruikt uit het gekleurde pak van Joy. Kijk, en hier heeft ze dan de pasteltinten weer gebruikt. Dat is toch een feestje om zoiets cadeau te krijgen. En dan hadden we Ineke, die had nog wat mooie voorbeelden gemaakt. Een mooie slimlijn. Volgens mij is dit met een mal van Studio Light geweest. En deze heeft ze prachtig opgeïnkt zelf. Dus deze heeft ze uit wit foam gemaakt. En ik denk deze heeft ze gewoon uit de gekleurde foam gedaan. En hier ook nog even een slimlijn. Met de bloem weer zelf opgeïnkt. En we gaan zo meteen ook even laten zien hoe we dat gaan doen natuurlijk. Ik heb nog een kaart die Annie had gemaakt. Ik zal hem er even bij pakken. Mogen natuurlijk niemand vergeten. Want iedereen in het design team werkt zo hard aan alle voorbeelden. Hier had ze het papier van Crafto Klok gebruikt. En zelf de bloemetjes daarbij passend gemaakt. Met een malletje van Dutch de Brew, als ik me niet vergis. En dan hebben we nog een voorbeeld van Jacqueline. Die is aan de slag geweest met de mal van Studio Light. Dat is die grote vlindermal. De JL22. En die heeft ze gebruikt. In samen combinatie met Crafto Klokpapier Lovely When You Smile. En ook zelf heeft ze hier weer de bloemen opgemaakt. En ook deze heeft ze zelf opgekleurd en een beetje opgebold. En zo dus een mooie vlinderkaart weer gemaakt. Nou, ik heb behoorlijk weer wat gekletst, hè, dames? Oh ja, we hebben ook nog een mooie condoliancekaart. Ik zal hem er even bij pakken. Kijk, daar hebben we een beetje grijzig geïnkt. De inkt die we gebruiken voor de voorbeelden hebben we allemaal gemaakt met de Versafijn Claire, de watervaste inkt. Complimenten allemaal. Geweldig, hè? Ik zit naast Jacqueline, hoor. Die kijkt gezellig even mee. En dus deze kaart heeft ze ook voor ons gemaakt. Een prachtig model. Nou, volgens mij liggen hier nog wel 10, 20-tal bloemetjes en dergelijke. Kijk, ik zal ze even zo naar voren schuiven. Dan zien jullie alle mooie voorbeeldjes alweer voorbij komen. Het is gewoon een kwestie van proberen een beetje doen. Ik moet zeggen, ik ben niet zo heel best bij stem. Dus ik draag het stokje zo meteen even over. En dan gaat Jacqueline het overnemen. En die is hier veel beter in dan ik dat ben natuurlijk. Wat je hiervoor wel nodig hebt, dames, is een heat tool. Ik zag in de webwinkel net dat die op uitverkocht stond. Maar ik heb ze alweer bijbesteld. En ik denk dat ze dinsdag alweer binnenkomen. En dat geldt hetzelfde voor het lijmpistool die we zo meteen gaan gebruiken. We gebruiken het merk Fasen Creatief hiervoor. En dat is een lijmpistool wat ook nog eens leuk geprijsd is voor €10. En daar zitten ook mooie vullingen al zitten daarbij. En deze komen ook woensdag weer binnen, heb ik begrepen bij ons. Dus die zijn ook weer nabesteld. Liep allemaal iets harder dan dat we gedacht hadden. En soms is dat wat lastiger in te schatten natuurlijk. Maar dat komt helemaal goed. Nou, mocht je vragen hebben, ik kijk op de tweede telefoon mee. Stel ze lekker en anders ga ik ook lekker onderuit zitten en genieten van wat Jacqueline te vertellen heeft. Heel veel plezier zou ik zeggen. Doei!
Nou, dames en heren, Geralda zit mij uit te lachen. Nee hoor, ik zit je alleen lekker toe te lachen. Nou, hallo allemaal. En we hebben natuurlijk weer een kaartje voor vanavond gemaakt. Ik heb voor vanavond een slimlijnkaart gemaakt. Ik weet niet of die zichtbaar is, want ik zie helemaal niks. Is die zichtbaar? Ja, nu wel, ja. Oh ja. Met het mooie papier van Long... Hours of Longing. Hours of Longing. Ja, ze zit me echt uit te lachen. En de vlinder van Studio Light. Nou, ik was gisteravond bezig om die vlinder te kleuren. Ik heb er 3 weggeknikkerd, want het lukte niet. Dus de 4e poging is gelukt. En ik ga dus met jullie dit kaartje in elkaar zetten. Maar ik heb de vlinder al gekleurd voor jullie. Ik ga met jullie de bloemetjes maken. Ik laat even zien hoe het werkt. Nou, ik heb nodig een setje bloemetjes waar ik gestanst heb met de mal van Liane Creatief, de korenbloem. Die ga ik gebruiken. En ik ga hem in een hele mooie blauwe kleur maken. En dat doe ik met Vesafine Claire en de Blue Belle. Je moet niet veel erop doen, want dat is niet nodig, want dan blijft hij afgeven. Dus ik heb zo'n klein borsteltje en ik ben heel makkelijk erin en poets er een beetje overheen. Ik doe het wel aan 2 kanten. Dat is wat makkelijker. Dan, als je straks tegen de onderkant dan kijkt, dan zie je ook daar het blauw. Ik heb een gaatje hier in het midden gemaakt van de bloem met een prikpen. Want ja, als ik daar dadelijk met een draadje en met de bloemenstampertjes, zal ik maar zeggen, erdoor ga, dan heb ik al een gaatje. En dat scheelt natuurlijk ontzettend veel. Ik heb een draadje genomen. Ja, wij zeggen altijd van roosjes maken hier. Daar haak ik straks de bloemenstampertjes tussen. Zo, even kijken of ik alle kanten heb gehad. Zo. Ja, die heb ik gehad. Dan ga ik nog een setje kleuren, want ik wil graag 2 bloemen op de kaart maken. En het mooie van dit inkt is, van deze watervaste inkt, als je met een billendoekje of met water je handen schoonmaakt, gaat de inkt eraf. Het blijft niet zo lekker zitten dat een ander zegt, wat heb jij gedaan? Nee, dit kun je er zo weer afwassen. En dat is natuurlijk heel handig van deze inkt. En zo worden natuurlijk de blaadjes ook niet hetzelfde. Maar ja, geen enkele bloem is hetzelfde. Zo, de achterkant. En dan ga ik ze dadelijk met een heat tool een beetje verwarmen, verhitten. En dan gaan ze krullen of alle kanten opstaan. Maar ze gaan ook krimpen. Als je te lang dadelijk met de föhn erop blijft, gaan de bloemetjes ook krimpen. En dat gaan jullie ook zien. Zo. Nou, dit vind ik wel mooi. Het borsteltje maak ik schoon op een stukje tissue. En je kunt ze ook afspoelen onder de kraan. Dekseltje erop. Zo. Nou, ik pak even mijn pincet. Want anders wordt de heat tool die wordt erg warm. En dan heel dadelijk blaadjes op de vingers staan. Dat hoeft ook niet. Ik hou hem in het midden erop. Ik weet niet of jullie het zien. En dan zien jullie hem op krullen. Kijk, hij gaat alle kanten al op. Dan pak ik hem op en dan druk ik hem een beetje zo in elkaar. Ik frommel hem als het ware in elkaar. En als de heat tool heel warm is, dan gaat dat best wel snel. En je kunt het ook met een opbouwpen doen of een opbouwmatje, maar ik vind dit handiger. Alleen Jacqueline doet het gezellig even voor ons vanavond. Kijk, je kunt ook zien dat het krimpt.
Nou, ik heb ze dus allemaal in elkaar gefrommeld. Kijken dat ik ze wel een beetje op maat bij elkaar heb. Zo. Dan pak ik mijn draadje en de meeldraadjes. Nu weet ik de goede naam weer. Ik zei stampertjes. Maar... Ria typte het al. Ja. Ja, af en toe, hè. Dan, Ze zeggen allemaal, de hobbytante, de stem is zo veranderd. Nou, ik maak dus even mijn vingers schoon met een billendoekje. En kijk, de inkt is bijna helemaal weg. Dus dat is ook alweer een voordeel. Handen vegen we even af aan de broek, zoals altijd. Ja. Ik heb een zwarte broek, dus wat dat betreft. Ik vouw de meeldraadjes dubbel. Beetje gelijkmatig. Zo. En dan doe ik dat ijzerdraadje er midden door. Zo. En dan klem ik hem eigenlijk aan het uiteinde bij elkaar. Nou neem ik de kleinste frummeltje van de bloemen. Even kijken. En dan prik ik met het draadje erdoor. Ja, hij is erdoor. En dan trek ik de meeldraadjes heel langzaam. Zo. De eerste is erdoor. En dan kun je zelf nog een beetje in vorm drukken. Dan pak ik de tweede. Ja, die zit lekker aan elkaar, maar goed, dat komt allemaal goed. Het mag een beetje verfrommeld zijn. En daar heb ik een mooie pincet voor, om dat allemaal weer mooi los te halen. Want geen enkel bloemblaadje is allemaal toch hetzelfde. Als ze allemaal dezelfde kant op stonden, dan vond ik de bloemetjes niet eens mooi. Zo, nou, pak ik mijn draadje weer. Ga ik weer in het midden. Hoppa, druk door. Geralda zit echt meer te kijken vol ongeloof. Het is een soort reigen, lijkt het wel. Even kijken, die heb ik net gehad. En dan pak ik hem iets groter. Want deze bloem, ja, je kunt net zoveel laagjes doen als jij wilt. Als je het op een doosje doet, kun je het altijd wat dikker doen. Maar ik houd bij 4 laagjes. Nou, deze erop om. Dan peuter weer een beetje uit elkaar. Zo. Kijk, moet eens kijken hoe mooi dat hier al wordt. En wat toch de natuur dan ook mooi is met zulke bloemen. Want het lijkt net echt. Even kijken. Het midden van de bloem. Het is even een gepruts. Ja, het laatste laagje schuif ik eromheen. Nou haal ik even de onderkant alles weer een beetje van elkaar af, dat het wel los is. Je kunt het alle kanten optrekken. Maar moet eens kijken, wat een mooi bloemetje. Mooi, hè? Ja. Ik haal mijn ijzerdraadje er even af. Dat laat ik even liggen. Dan pak ik nieuwe meeldraadjes. Ja, ja, nou vergeten we het niet meer. Nee. Voor de tweede bloem, dus weer het draadje. En het is een simpel draadje van, ja, roosjes maken, maar het zit ook aan boterhamzakjes. Ah, ja, aan die clipjes. Ja. Daar zit dat ijzerdraadje ook tussen. Moet je even het witte vliesje eraf halen, zeg maar. Oh ja, ja, zeker. Of van vuilniszakken heb je dat ook wel eens. Oh ja. Die zijn wat langer en ik vind wat langer wel mooier. Heb je iets meer wat om vast te pakken. Nou, kijk. Ertussen. Nou, dan gaan we weer met de eerste beginnen. Maar volgens mij ben jij niet de kleinste. Zo. Die. Nou ja, maakt ook niet uit hoe ze aan elkaar komen. Zo. De eerste zit erom. En je kunt er natuurlijk ook een splitpen door doen. Als je een mooie splitpen hebt met een mooi steentje erop, kun je die er ook heel mooi door doen. En als je een bloemenknopje wilt maken bij een gewone bloem, dan kun je 2 of 3 laagjes doen. En dan heb je al een bloemknopje. Nou, volgens mij zit er hier eentje niet goed. Zo. Nou, het volgende laagje.
En als je te dikke inkt erop doet, dan blijft die bloem afgeven. Ondanks dat je watervaste inkt hebt. Even kijken. Zo. Ah, dat overkomt mij nou. Trekt de hele bloem uit. Lekker toch? Daar is het zondag voor. Zondag? Dat gebeurt ook af en toe nog wel eens. Dan trek ik de hele bloem uit elkaar. Dan wil je te snel werken. Nou. Even de meeldraadjes weer overnieuw doen. Bla. Petra vraagt welk foam is dit. Dit is het foam van Crafters Companion. Die hebben we in pasteltinten, maar die hebben we ook in de wit. En Jacqueline heeft net met de Versafine Claire heeft ze de witte foam opgeïnkt. En nu gaat ze hem dus in elkaar zetten. Poging 2. Nou, de eerste zit al in elkaar. Ja, dat bedoel ik. En we hebben er ook nog een leuke actie mee. Stel voor, je vindt de foam leuk en wil zelf aan de slag. Als je de pastel kiest in je winkelmandje en de witte en de groene van Joy daarbij, dan voegen wij de Joy, de gekleurde bloemen, voor je toe. Dus je krijgt 1 pak gratis bij de 3 andere pakken als je die aanschaft. Hebben we ook van de week gedaan met een demonstratie. En de dames waren gelijk enthousiast. Zo. Nou, is best een sprietenkoppie. Ja, mooi toch? Laatste laag. En dat zal jullie ook overkomen. Je zal hem best een keer uit elkaar trekken. Ach, en soms doet een beetje lijm ook al wonderen. Zo. Kijk, hij zit weer in elkaar. Goed, haal ik het draadje er ook weer af. En dan met de lijmpistool doe ik aan de achterkant het bloemetje even een beetje in de vorm vouwen tussen mijn handen. Zo. En dan zet ik hem neer. Dan pak ik het lijmpistool. En dan ga ik om het bloem, om de sprietjes heen. Zo. En dan druk ik de sprietjes aan de achterkant even plat. Oppassen met je vingers, want de lijm is gloeiend heet. Ja, dat heb ik eergisteren al meegemaakt, ja. Zo, dan hebben we er nog eentje. Je kunt het ook met tombolijm doen, maar dan moet je het echt goed laten drogen, want dat duurt natuurlijk langer. Zo. Hoppa. Nou, auw, dan druk ik me plat, dat was ook mijn vinger. Nou, het duurt maar heel even, dan is die droog. Je zult misschien van lijmdraadjes eraan hebben zitten, maar die trek je er ook zo weer af. Goed, nou, ik leg het even op kopje neer. Daar zit nog een lijmdraadje. Dan laat ik ze even drogen. Maak nog wel even mijn handen schoon, want dadelijk wil ik de kaart in elkaar zetten en dan moet ik absoluut geen blauwe vlekken aan krijgen. Monique vraagt, waar vind ik de foam? De foam staat gewoon in de webwinkel bij week 11, Monique. Als je de Hobbitante website opent, klik je in de paarse kolom op week 11 en daar staat de foam voor jullie aan toegevoegd. Samen met de malletjes die ik net heb laten zien van Leanne Creatief. Dus ook de bloem waar Jacqueline net mee gewerkt heeft. Je kunt ook van de dikke foam een bloemetje stansen. En dan kun je er zelfs een stempel van maken. Dan stans je van wat dikkere foam iets uit. En dan heb je zo'n groen lijmrolletje dat niet vastplakt. En dat doe je op een clearblok samen met dat foam. En dan kun je de inkt gebruiken, kun je zelf een achtergrondje inkten. Nou, ook erg leuk om te proberen. Nou, we gaan de kaart in elkaar zetten. Ik heb hiervoor gekozen voor een slimline kaart. Die is 21 bij, ik heb hem gesneden op 10,5. Daarbij
heb ik een designpapiertje genomen. Ik had ook nog een restje over. Nou, daar ga ik een mooi labeltje van maken. Die heb ik een beetje gescheurd. Paraatjes al ingemaakt. En de mooie vlinder van Studio Light. Die heb ik gekleurd met de Derwent potloden. En met een soort Nuvo glitterpenseel. Erg fijn, daar heb je geen water meer bij nodig. Je kunt er zo mee inkleuren. Goed schudden. En als die te droog wordt, even inknijpen. Er staat pres op. Kun je hem inknijpen en dan komt er een glitter water uit. Is je penseel leeg, gooi hem niet weg. Doe er water in, want er zit nog genoeg aan de binnenkant om weer glitter los te laten. Nou, we zetten de kaart even in elkaar. Ik gebruik even tombolijn. Ja, ik zal het best op een andere manier doen dan Gralda, maar ik doe mijn best. Nee hoor, maakt niet uit. Petra vraagt welke Derwent ze heeft gekleurd met de potloden van Derwent. Oeh, dat is... Nee, de Intense en dan de... De donkerblauw. De donkerblauw, de navy, nog wat. Ja, zoiets. Ik heb het blik met potloden niet bij me. Maar ik zweer bij de potloden van Derwent, want ze zijn echt geweldig. We hebben nu van 12, 24, 36 en 72 daarvan op voorraad. En van de pastel hebben we ook diverse maten. En dan komt er morgen weer een nieuwe serie van binnen. Dus dat komt helemaal in orde, dames. Ah, ik zocht al. Ik had een klein labeltje zelf meegenomen. Dit zijn trouwens ook hele makkelijke bakjes. Er zitten er 5 of 6 in een grote bak. 6. En je kunt er alles in opslaan. Wat je aan kleine spulletjes allemaal hebt. Ik vind het ideaal. Echt, echt ideaal. Ik zocht de tekstlabel. Ik heb je gefeliciteerd. En speciaal voor jou. Nou, zeggen jullie eens, wat moet erop? Nou, ik denk dat die voor mij is. Dus ik zou het speciaal voor jou doen. Ik doe een heel klein beetje lijm toch aan de achterkant van de label. Ik plak hem er zo een beetje op. Het hoeft allemaal niet zo. Het is gescheurd. En dan maak ik even met een kleine gaatjesstang. Even de gaatjes erin. Want ik vind het zonde om alle restjes weg te gooien. Dus... Iedereen zegt speciaal voor jou, speciaal voor jou. Nou, oké, dan komt er speciaal voor jou op. Zo, die zit erop. Nou, dan komt die erop. Dan heb ik hemkoord. Ja, daar ben ik helemaal weg van. Want daar kun je zo leuke dingen mee maken. Ik haal even een stukje. Ik doe dit eerst, want dan weet ik dadelijk ook waar ik de vlinder kan plakken. En de blaadjes. Zo. Nou. Maak er even een knoopje in. Zo. Even de schade bij. Bij deze knip ik het lintje door. Ja, open. Speciaal voor jou. Nou, in het labeltje zit maar 1 gaatje. Dus ik doe ze allebei, die uiteinden van die hemkoord, erdoor. Zo. En dan leg ik mijn kaart op kop en dan ga ik er een mooie strik in maken. Zo. Nou, ik strik altijd met pincet erbij, want dat gaat voor mij wat handiger. Nou, mooi lusje. Nou, dat hangt toch al. Dat is al wel heel leuk. Nog een stukje kotten. Zo. Nou, dan ga ik bepalen waar mijn vlinder komt. Zo. En nu kun je van foam kun je ook blaadjes stansen en verhitten en daaronder doen. Maar je kunt het ook van gewoon wit papier doen. Ik heb gekozen voor wit papier. Ik heb al even huiswerk gedaan vandaag. En ik ga even kijken waar ik ze ongeveer hebben wil. Zo. Nee, dat is niet erg mooi. Zo. Ja. Daar ben ik het mee eens.
Ik knip de achterkantjes van de meeldraadjes even kort. Het is nu koud geworden, dus nu kan ik ze op afknippen. Knip ze goed kort af. Zo, en dan ga ik eerst even kijken waar ik hem hebben wil. Nou, misschien zo. Dat is al heel mooi. Nou, dan plak ik de blaadjes even op. Dat doe ik weer met tombolijm. En ik doe niet overal lijm, alleen maar een beetje aan het begin. Zo. De tak wie naar boven wijst, dat doe ik ook aan het begin van het takje. Toch een beetje lijm, want anders krult het altijd om. Zo, dan ga ik gelijk even de vlinder opleggen. Heel iets omhoog. Zo. Ik doe aan de achterkant van de vlinder, buig ik hem net bij het lijfje wat om. En ik doe de vleugeltjes heel iets omkrullen. Staat altijd wel heel iets vrolijker. De vlinderstempel is nog op voorraad, dames. Staat ook in de webwinkel nog. En ik zie dat wat meerdere dames vragen naar de foam. Die staat bij week 11. En als je de pastel in je winkelwagentje doet, de witte in je winkelwagentje en de groene van Leanne Creatief, voeg ik daar automatisch het pak papier van Joy met alle felle kleuren voor je aan toe. Hoef je niks voor mij te doen, regel ik voor je. En mocht je alleen zeggen van ik neem alleen het gekleurde pak, dan kan dat natuurlijk ook uiteraard. Ja, nou dan ga ik de bloemetjes erop plakken. Ik doe aan de achterkant weer lijm van de lijmpistool. En dit is heel mooi, want dit is transparante lijm. Want je hebt ook wel lijmpistolen, dan heb je geel. Nou, dat vind ik absoluut niet mooi. En je mag best weten, ik heb ook een lijmpistool van een ander merk gehad. De winkels met de grote A. Nou, het zit bij mij in de kliko, want die dingen die lekken. Dat is absoluut niet fijn om mee te werken. En toen ik deze van de week had gekocht, was ik helemaal om. Ik doe het nummertje 2 ook een beetje lijm aan. Zo. Ach, we hebben toch een geweldige hobby. We vervelen ons nooit. Nou, kijk eens, dames. Ik weet niet of het goed zichtbaar is. Ik zal even kijken. Geralda controleert even. Ja, er zit altijd een seconde of 15, 20 vertraging in. Ja, kijk eens, super is die in beeld, Jacqueline. Helemaal te gek. Hij is echt leuk geworden. Zo hebben we toch echt een plezier aan kaarten maken. Om zulke dingen te doen. Om zelf je bloemetjes te maken. Om een vlinder in te kleuren. Om een beetje te spelen met kleuren, met inkt of met potlood. Fantastisch. Nou, ik heb hier niks meer aan toe te voegen. Dan ga ik het nog even overnemen. Heel graag. Ik schuif even op. Dankjewel allemaal. En Geralda komt hier even bij jullie terug. Dames, super dat jullie er weer zijn en gezellig meekijken natuurlijk vanavond. Hier het kaartje nogmaals even in beeld die Jacqueline net voor ons gemaakt heeft. Hier nog eventjes de bloemetjes die er allemaal los liggen. Ziet er wel gelijk leuk uit voor de foto natuurlijk die ik zo meteen even ga maken ervan. Wat we gaan doen, ik ga even 2 leuke pakketten weggeven van de foam. En dat is wat lastiger, want normaal zit ik natuurlijk binnen achter de computer met het scherm bij me. Maar nu ga ik dat even doen met de tweede telefoon die ik hier bij me heb liggen. Ik ga gewoon scrollen en ik vraag Jacqueline op een gegeven moment stop te roepen. En diegene wint een mooi pakket foam van de Joy. Ik wacht even Jacqueline, ik ga helemaal naar boven scrollen. Dan ga ik zo een beetje heen en weer. Roep maar een keer stop. Stop. Dat is José Tucker de Keizer. Deze pak is voor jou. Dan gaan we nog een pak verloten. Gewoon omdat het kan, omdat het zondag is in plaats van woensdag. Ga ik nog even scrollen heen en weer, gezellig. Stop. En dat is voor Amy Vermaassen.
Voor jou is het tweede pak foam. Dames die gewonnen hebben, stuur mij even een berichtje. Leg ik het foam even netjes voor je apart. En dan kan het bij je volgende bestelling meegestuurd worden. Of anders gaat het even apart in een envelop, komt het naar je toe. Ik zou zeggen, mega bedankt allemaal weer voor het kijken. Mocht je vragen hebben, doe dat even via de mail op info@dehobbytante.nl. Bestel lekker allemaal op www.dehobbytante.nl. En ik zou zeggen, tot woensdag weer. Groetjes! Doei.